Goedemiddag, ik ben Bart de Keizer, landschapsarchitect voor Avantgarden. Ik wil even nog het landschappelijk aspect en de projectbenadering onderstrepen van het project Alphenpark, dat we samen realiseren met Mamou Architecten en groep Kulpen en de vastgoedontwikkeling daarvan. Het is een project dat toch wel een aantal uitdagingen heeft, voornamelijk dan de aansluiting van de niveaus, zoals het architecturale concept is opgebouwd. Eén, twee, de integratie in de wijk, de doorwaadbaarheid, de doorstroombaarheid. En drie, wat ook belangrijk is, de waterbeheersing. Om te zorgen natuurlijk, het is een gelegen in een iets vochtiger gebied, dat we zeker niet of geen overstromingen kunnen krijgen. Nu, kwestie van, wat ook heel belangrijk was eigenlijk de bestaande eiken, zomerrijke houtwal. Dat was een heel sterk element van het project. We begrijpen ook wel, dus er zijn ook mensen die daar een beetje onrust over zijn, over schaduw en dat soort zaken. Maar dat wordt eigenlijk in overleg met de staatsdienst, de hulpdienst, speciaal afgesproken. Er gaat een snoeiopdracht gebeuren en dat gaat eigenlijk volledig geïntegreerd worden. Eén als looppad in de buurt, als een elefantenpad en ook een beetje als sociale controle en doorwaadbaarheid van het project. Het concept zelf, het groen concept, is eigenlijk voorzien om zo weinig als mogelijk storingsfactoren te creëren voor de mensen die eigenlijk op het gelijkvloer zitten. Die zitten ongeveer 1,5 meter boven het grondniveau in het park. Dat wil dus zeggen dat ze telkenmale eigenlijk, of de bewoners eigenlijk een beetje naar beneden neerkijken naar degenen die hun wandeling uitvoeren of door het park zich begeven. En het voordeel daarvan is natuurlijk dat je niet mensen hebt die rechtstreeks kunnen binnenkijken en de privacy toch wel gegarandeerd is. De kwestie van waterbeheersing is dat ook een belangrijk item. We hebben niks aantal reservoirs voorzien. We stellen dat voor als vijver, maar uiteindelijk zijn natuurlijk items die een bufferend vermogen hebben. Dus die gaan af en toe eens leeg staan en op een gegeven moment weer zeer vol staan. Dus dat is een beetje zoals eb en vloed aan zee. En dat creëert dan ook een bepaalde dynamica op de site. En dat is eigenlijk ook wel goed.